Tijdens de oorlog hebben veel soldaten ingekwartierd gezeten bij mensen thuis. Zo ook hier in Nijmegen, bij de moeder van Mark Vaassen. Tijdens de oorlog woont zij met haar ouders en de rest van het gezin op de bovenverdieping. Op de begane grond verbleven de soldaten. De soldaten verbleven meestal een aantal maanden in het huis van de familie. Ze schreven in het poesiealbum van Riet Vaassen, de moeder van Mark. Riet praat zelden over de oorlog en de periode dat de soldaten bij haar thuis ingekwartierd zaten. Het was vooral een moeilijke tijd, weet Mark. En een van haar broers is ook van de Duitsers te werk gesteld 3 jaar lang in Nuremberg, in een wapenfabriek. En andere kinderen, ja, er waren maar 6 kinderen thuis. Dus dat is ook natuurlijk een onrustige tijd geweest. En onzeker van, ja, komt hij wel terug en wat brengt de oorlog? Mark weet niet veel over de tijd dat de soldaten ingekwartierd zaten. Hij heeft alleen het poesiealbum van zijn moeder met een paar korte teksten. Er is heel weinig nog van bekend. Alleen dat ze natuurlijk als bedankjes wel in het poesiealbum dingen hebben geschreven. Van bedankt voor het verblijf en fijne tijd hebben gehad. Voornamelijk kleine gedichtjes en adres, thuisadres en gewoon eigenlijk bedankjes. Eigenlijk hele korte stukjes eigenlijk. Om meer te weten te komen over de soldaten is Mark op onderzoek uitgegaan. Van de meeste is helaas niet veel bekend. Over 1 soldaat, genaamd Benon, heeft Mark meer informatie gevonden. Van 1 soldaat heb ik dan onderzoek gedaan. Die is dan tot februari ingekwartierd geweest. En daarna ingezet voor operatie Veritable. En die is toen op 1 maart al gesneuveld in Begog, in het Hoogwald. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Die is dan later begraven op Kandis Kerkhof in Groesbeek. Dus dat is het enige wat ik eigenlijk de meeste informatie van heb kunnen vinden. Samen met Stichting Faces to Graves heeft Mark een levensverhaal weten te schrijven over deze soldaat. Dankzij hun, die hebben onderzoek gedaan en ook een biografie geschreven. En er is ook 1 klein fotootje bekend van hem. Ik hoop eigenlijk meer foto's van hem te krijgen, een duidelijke foto. Of van de gezinssituatie of gewoon van meer eigenlijk. Dus misschien via dit of via hun dat uiteindelijk misschien meer informatie terecht komt. Het zou mooi zijn.